Dit is de Fringe Weather Report, de eerste aflevering. Mijn naam is Arjan Bos. En mijn naam is Martijn van Staveren. Van harte welkom. Ja, van harte welkom. We hebben een aantal vaste topics voor jullie. Dat zijn aardbevingen, zonneactiviteit en tekenen van geoengineering. En daarnaast hebben we een aantal actualiteiten. Gaan we iets over in het universum belichten. En ook een historisch topic. En we hebben een thema. En het thema van deze uitzending is geoengineering. Dus die komt aan het eind van de uitzending. En dan beginnen we met de aardbevingen. Mag ik een plaatje van de aardbevingen? Ja, dit is wat er in de afgelopen maand de grotere aardbevingen zijn geweest. We hebben gezien dat twee uur geleden bijvoorbeeld was er nog eentje in Nepal. Van 4,8 op de schaal van Richter. Afgelopen maandag was er nog in Japan eentje van 6,3. En 13 uur geleden nog eentje van 5,6. Dus het is behoorlijk actief met aardbevingen. Heb jij daarnaar kunnen kijken wat dat betekent? Ja, wat er gaande is. Ja. Nou, er is natuurlijk heel veel gaande. De aarde reageert voortdurend in enorme, met enorme kracht op wat er eigenlijk allemaal gaande is. Niet alleen fysiek, maar ook buiten het zichtbare spectrum om. Ja, en ik heb ook wel naar die plaatjes gekeken. Niet alleen de afgelopen tijd, maar ook de afgelopen jaren heb ik het zo nu en dan gewoon in de gaten gehouden. En zie je eigenlijk dat er voortdurend gewoon beweging is. Hè? We horen natuurlijk alleen de excessen daarvan, dat er dus hele ernstige aardbevingen zijn waar ook echt veel mensen bij omkomen. Maar er is iets gaande in op die plaatsen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we daar ook aandacht aan gaan geven. Ja. Ja. Okay. De zonneactiviteit. We hebben van afgelopen maandag een plaatje gezien. Dat stond op Solar X-rays Active. En de Geomagnetic, dat was een storm. Ja. En vandaag gaf die meter aan dat het alweer rustig was. Dus ze zegt hij van de solar x-rays zijn wel actief, maar de geomagnetic is quiet. Mm-hmm. Wat betekent dat eigenlijk wat daar staat? Nou ja, het heeft natuurlijk te maken met de uitbarstingen van de zon. Terug op het onderwerp van de aardbeving, uiteraard is alles aan elkaar gekoppeld. Hè. Dus de aarde reageert op de straling van buitenaf. En wat er op dit moment sinds een aantal jaren heel hevig bezig is, is dat hele nieuwe explosies op de zon worden waargenomen. Er wordt niet altijd veel over verteld, omdat toch de wetenschap bang is om ook paniek te zaaien. Ik denk dat het heel juist goed is om openheid van zaken te gaan geven, zodat mensen weten waar ze aan toe zijn, wat er gebeurt. Mm-hmm. Ik snap ook dat dat niet gebeurt vanwege de economische belangen en de mogelijke gevolgen. Hè. Want we zitten natuurlijk in een zogenaamde crisis, zoals iedereen dat noemt. Ja, wat is een crisis? Crisis is om mensen gewoon in een patroon te brengen dat ze niet hoeven na te denken, alleen bezig zijn met overleven. En dat past natuurlijk binnen het hele systeem wat er nu gaande is. Dus als je kijkt van de zonneuitbarstingen en wat dat betekent voor de aarde, is een enorme verschuiving in het bewustzijn van de mens. En het leuke is dat wij daar zelf een onderdeel in zijn. Wij sturen dat zelf aan. Okay. Dus wij plaatsen het buiten ons. Dat komt omdat we op dit moment nog niet helemaal goed begrijpen hoe dat allemaal in verbinding zit, staat met onszelf. Met onze persoonlijkheid. Ik als Martijn. En ook in relatie tot het grote collectieve netwerk van intelligentie. Wij dragen een enorme steentje bij daarin. Dus zo kunnen we het ook tegenhouden. Hè. We kunnen ook met elkaar dat soort rampen zien te voorkomen. Okay. En in feite doen we dat ook. Want tot nu toe zijn er ernstige scenario's niet uitgekomen. Althans niet globaal gezien. En er worden natuurlijk ook wel nieuwe voorspellingen gedaan op dit moment. We zitten nu in de maand juni en er wordt gesproken over de maand september dat er hele ernstige dingen gaan gebeuren. Dat hebben we in het verleden heel vaak gehoord. Ja. Er wordt ook heel veel over gechanneld. Ik zeg al niet zeggen dat dat niet klopt. Want, wie ben ik om daar iets over te zeggen? En het enige wat ik zeg is dat er heel veel bewustzijn is, dat er steeds meer mensen wakker worden, dat wij invloed hebben op het script dat we schrijven. En hoe meer wij dus bewustzijn brengen in het veld, dat we anders naar deze realiteit gaan kijken, hoe meer invloed wij hebben om de aarde in een positieve beweging te krijgen, zeg maar. Het is ook geofysisch gezien. Mm-hmm. Dus je zegt eigenlijk dat ons bewustzijn is gekoppeld met dat van de zon. En dat de zonneuitbarstingen direct te maken hebben met hoe bewust wij zijn. En kun je dan zeggen dat
Ja, is dat een positief teken? Laten we zeggen dat hoe meer wij ons bewust worden van dingen, of hoe meer we in liefde zijn, of is het, heeft het te maken met emotie, in de zin van als we heel emotioneel zijn, dat invloed heeft op de zonne-uitbarstingen? Mm-hmm. Ja, dat betekent inderdaad dat wij dus verbonden zijn met alles wat er is, wat wij kunnen waarnemen op dit moment. En we zijn ook verbonden met de zaken die we niet kunnen waarnemen. Hè? Dus je kunt je voorstellen dat wij invloed hebben op een realiteit die niet eens zichtbaar is. Dus laten we het dan maar in eerste instantie houden bij wat we kunnen waarnemen. Het fysieke beeld van de zon en de planeten en de gebeurtenissen hier op aarde. Ik denk dat het heel belangrijk is dat wij met elkaar gaan beseffen dat wij door de wijze hoe wij gedachten uitzenden, dat dat heel erg interacteert met alles wat er om ons heen gebeurt. En er zijn genoeg wetenschappelijke testen gedaan, dat je dus door middel van iets waar te nemen, dat de situatie, datgene wat waargenomen kan worden, verandert op basis van de waarnemer. Ja. En dat doen we natuurlijk collectief ook met elkaar. Dus wat wij doen, wij draaien met elkaar in bepaalde programma's. Hè. We hebben bepaalde processen, we hebben bepaalde modellen. Hier in Nederland hebben we onze cultuur en onze economie en daar handelen we allemaal naar. Dus dat is een bepaalde format. En binnen die format denken wij dus ook allemaal in die programmataal. En daarmee houden wij die format dus ook in stand. Okay. En dat is natuurlijk globaal gezien idem dito. De mensheid wordt ook in een bepaalde format gehouden. Hè. De mensen denken eigenlijk allemaal dat het om bepaalde zaken gaat. Globaal gezien, hè. Het merendeel van de mensen denkt dat het gaat om geld verdienen. En dat wij ook overheden nodig hebben die het voor ons allemaal rechtbreien wat er anders niet goed zou gaan. En dat format houden we met elkaar in stand. En zo denken wij ook over nog veel meer onderwerpen. Dat we dus dat er een maan is, dat er een zon is, dat er andere planeten zijn, dat allemaal buiten ons is. En daarmee nemen wij dus ook aan, hè, de wetenschap initieert dat ook, dat dat niets te maken heeft met ons. Maar niets is minder waar. Het is radicaal anders. Het wordt precies gestuurd en gestuwd door onze gedachten. Maar is het ook niet dan alleen door elk levend wezen? Want ik kan me voorstellen, wij zijn wezens hier op aarde, maar er zijn nog allerlei andere wezens. Mm-hmm. En hebben die daar ook invloed op? Of is dit op een of andere manier ons domein? Hoe moet ik dat zien? Ja. Het is ons domein. De realiteit die wij op dit moment waarnemen, dat is een domein niet van ons, maar het is een domein wat door ons wordt geschreven. En dus wij zijn de schrijvers van het script. En op het moment dat er dus ook andere bewustzijnsvelden, andere wezens in ons domein, zouden landen in het groot, dan zouden ze dat dus invaseren en zouden ze een inval plegen in iets waar wij aan gerelateerd zijn. Daarom gebeurt dat ook niet. Omdat wij dit script zelf aan het creëren zijn en ook zelf de scriptschrijvers zijn om het te veranderen. Hè? Mm-hmm. Zij hebben dus weer invloed in een ander dimensionaal niveau, een ander frequentiebewustzijn waarin wij met z'n allen verkeren, ook over de aarde. Dat zijn dus frequentiebewustzijnslevels, zeg maar, waar zij dus wel een domein in hebben. En in dat domein opereren heel veel verschillende beschavingen ook, zijn ook in die frequentie aanwezig. En op het moment dat ons vermogen weer gaat toenemen, dat we het kunnen waarnemen, zullen we dus met hun kunnen interacteren. Maar tot op dit moment is dat voor de fysieke mens, die daar nog niets van weet, is dat een waanzinnig verhaal. Ja. Ja, inderdaad. En, maar zie je het als er veel zonneactiviteit is en de zonnestormen zijn, zie je dat per definitie als een goed teken, als een positief teken voor ons? Het is een uiting van emotie. Ja, dus kijk, de gevolgen, daar kijken we naar. Mm-hmm. Op het moment dat een zonneuitbarsting of een energetische uitbarsting op de zon die we nog niet eens kunnen zien in het lichtspectrum, op het moment dat dat er informatie naar de aarde wordt gestuurd of eigenlijk rondgeslingerd wordt. Ja. En dit is allemaal vrij. Dit is allemaal van wat we er op dit moment van snappen. Hè. Dus ik leg het maar gewoon uit op een wijze wat het helemaal niet eens benadert. Maar we moeten het ook een beetje kunnen begrijpen. Op het moment dat er een energie rondgeslingerd wordt en de aarde wordt ook geraakt, heeft dat gevolgen voor de aarde. Voor het stukje fysieke aarde, maar ook voor de atmosferische schillen daaromheen. Waar de atmosfeer, wat wij atmosfeer noemen, heeft daar effect van. Gevolgen van magnetische frequenties, maar ook andere bewustzijnsvelden rondom de aarde. En op het moment dat er dan hele ernstige gevolgen zijn waar hele grote rampen door plaatsvinden, dan zeggen wij eigenlijk dat dat vaak een heel negatieve gebeurtenis is. Of het is een opschoning in het bewustzijnsveld, waardoor er iets vrij mag komen. Het is maar precies hoe wij ermee omgaan. Het is de betekenis die wij eraan geven. En dat kun je ook zien als je ziet, met alle respect voor alle hulporganisaties, want dat is nodig, hè, dat we elkaar hulp geven. Maar je kunt je afvragen of dat altijd op dezelfde manier zou moeten.
Als je steeds een rekeningnummer opent en de overheden gaan voor ons aan de slag, dan geven wij ook steeds een gevolg, een antwoord op die reactie. En daarmee houden we dus ook de volgende rampen in stand. En dus dat is het vreemde ervan is dat wij in een soort actie-reactiepatroon hangen. Okay. Dus wij zijn die scriptschrijvers en dat doen we door middel van ons gedrag en van onze emotie. Dus of het dan positief of niet positief is, het kan heel positief uitpakken. Oké. Okay. Dus maar dan is dat de meest interessante vraag is hoe we dat dan kunnen doorbreken. Mm-hmm. Dat, om die cyclus te doorbreken, ja. Zeg maar. Nou, die cyclus zijn we aan het doorbreken door te begrijpen wat we eigenlijk aan het doen zijn. En het hoeft niet alleen maar in deze context, maar gewoon ook mensen die hier helemaal niet mee bezig zijn. Die bijvoorbeeld in de voetbalclub lokaal ineens in de gaten hebben dat er malversaties zijn. Dat er dus zaken gebeuren die in je daglicht niet kunnen verdragen. Dat er dus mensen zijn die machtsmisbruiken. En dat wordt allemaal in de kaak gesteld. Dus het begint. Dus die hele planetaire bewustzijn begint in alle mogelijke scenario's. Mm-hmm. Daar zijn we nu mee bezig. Hè? We merken allemaal dat we niet meer tolereren, in kleine stukjes tenminste, van dat we het laten gebeuren dat, waar we macht in kunnen uitoefenen. En macht in die zin dat we er invloed op kunnen hebben door onze autoriteit te laten gelden. Nou, je kunt dat zien op politiek niveau ook, daar durft eigenlijk nog niemand iets te doen. Omdat er een bepaalde zweem overheen hangt van je hebt toch geen mogelijkheid. Hè? Je kunt het niet veranderen. Maar dat is wel wat er gaande is. We zijn met elkaar allerlei dingen aan het benoemen. We zijn het aan het onderzoeken. We zijn het ter tafel aan het leggen. En dat doet iedereen zijn of haar eigen bijdrage in. En dat resulteert in een fundamentele verandering. We zitten midden in die verandering. Alleen de krachten achter de schermen die modellen vast willen houden, die zijn er voor zichzelf nog steeds van overtuigd dat dat niet lukt. Ja. En ik ben heel blij dat ze daar zo van overtuigd zijn. Ja, dat geloof ik ook. Ja, ja. Ja, dat is wel een hoopvol feitje inderdaad. Oké. De tekenen van geoengineering, dat hebben we dit keer als thema. Dus die schuiven we even door naar achteren. En een actueel topic, we hebben wat... dus dit is de foto van de vulkaanuitbarsting die ook... Annex was met, of ten tijde van de aardbeving eigenlijk, in Japan is deze. Even kijken hoor. We hebben het plaatje van de graancirkel in de VS. Dat is een heel interessant onderwerp, hè, graancirkels. Jazeker. Ja. Ja. Kijk, alles heeft met elkaar te maken. Ik roep altijd dat het nodig is dat wij het kaderen beëindigen. En dat we durven te stoppen met iets een betekenis te geven. Want de wijze waarop wij dat doen, dat zorgt er feitelijk voor dat wij niet verder kunnen komen. Het is wel fijn om iets te benoemen dat het een bepaalde betekenis heeft. Maar op het moment dat we dat doen en we houden ons aan die betekenis, dan, omdat we de scriptschrijvers zijn, kaderen we daarmee gelijk af dat we verder gaan ontdekken wat het nog meer betekent. Dat is waarom ik aan iedereen steeds vraag, en ook aan mezelf als ik voor de spiegel sta, van ik heb een kader gecreëerd, weg dat kader, want ik zal dat verder dienen te onderzoeken. En als we dus kijken naar vulkaanuitbarstingen, we kijken naar aardverschuivingen, zeebevingen, we kijken naar zonneactiviteit, maar ook naar graancirkels. Het zijn allemaal uitingen van een heel groot verschijnsel waar wij zelf de schrijvers in zijn. En natuurlijk worden we daar ook in begeleid. Het is niet zo dat de graancirkels... door mensen worden gemaakt op plankjes die dat zo stampen. Hè? Waar heb ik altijd heel hard. Gebeurt ook. Heel hard, ja, heb ik heel hartelijk altijd om gelachen. Ja. Ik vind ook heel knap dat mensen dat na kunnen maken. Dus alles is na te maken, zeg ik altijd. Maar het fenomeen op zich heeft te maken met een verschijnsel wat van een niet-fysieke aard is. En onze aarde is een levende bibliotheek. Onze aarde heeft ongelooflijk veel intelligentie. En is verbonden rechtstreeks via allerlei planetaire bewustzijnsvelden met elk mens op deze planeet. Met elk mens. De aarde maakt geen verschil tussen mensen, huidskleur, afkomst, religie, arm, rijk, ooit in de gevangenis gezeten of niet. Iedereen wordt hier onvoorwaardelijk op deze prachtige planeet, wordt hier gedragen. En die aarde, die prachtige mooie planeet waar we nu bovenop zitten met elkaar... Geeft uitingen aan metafysische verschijnselen. Dus het is, je zou kunnen zeggen dat wij, net als de mensen, dus ook een neurologisch circuit hebben. Mm-hmm. Dat is een aftreksel, een uitstulping van een veel groter metafysisch neurologisch circuit.
En dat is heel belangrijk om te gaan begrijpen in relatie tot graancirkels, maar ook wereldwijd de piramide. De piramide die overal opduiken, die nu ook ontdekt worden. En wat die op die plekken doen, op die locaties. Mm-hmm. En hoe het komt dat juist op die locaties ook heel veel macht altijd is geweest in de historie. En ook op die locaties ook veel ceremonies zijn geweest. Veel slavendrijverij en ook heel veel rituele ceremonies. Hè, want we kunnen daar omheen draaien, maar die feiten zijn er gewoon. En het wil niet zeggen dat dat dus gebouwd is door negatieve krachten. Het wil alleen zeggen dat er een uiting is geweest uit het metafysisch veld van onze planeet, waar wij op dit moment wonen, wat gerelateerd mag worden aan de verbinding, aan de kracht van het collectieve bewustzijn van de mensen. En dat is een onderdeel wat in relatie tot graancirkels alles bepaalt. Okay. Alles bepaalt. En dat heeft met heilige geometrie te maken. Ook op een wijze die we tot nu toe op dit moment nog niet hebben begrepen. Het heeft te maken met harmonische klanken. Ik kan die klanken ook horen. Zo ben ik geboren. Okay. Ik hoor die klanken. Ik kan dat vertalen. De boodschappen die erin zitten. Het zijn bijzondere gebeurtenissen. En het is echt heel belangrijk dat als we graancirkels ook willen begrijpen, dat we gaan begrijpen dat het geen afbeeldingen zijn. Mm-hmm. We zien een afbeelding. Ja. We klassificeren dat aan de hand van ons brein. Zegt, oh, dat is bijvoorbeeld een vlinder. Ik zeg zoals voorbeeld. Ja. Of hier ook deze afbeelding. Dan zien we bepaalde cirkels. Het heeft een bepaald patroon en symbool. En dan gaan we dat een betekenis geven. Ja. Maar wat we niet begrijpen is dat er wiskundige, mathematische, harmonische frequenties zitten daarin. En die komen uit de aarde. En die worden dus geleid door krachten die onze naasten zijn. En die laten zich wel eens zien als lichtbolletjes. Ja, maar het komt eigenlijk van binnenkant. Het komt uit de aarde, uit het centraal zenuwgestel. Oké, okay. En waarom is er bijvoorbeeld, waarom komt dat bijvoorbeeld veel meer voor in Engeland als in de VS, waar deze zichtbaar was? Deze die we net zagen, die was overigens op 24 mei in Massachusetts. Ja. Nou, dat heeft absoluut te maken met de locatie van het centraal zenuwgestel van de aarde. En dat heeft met bepaalde lijnen te maken die over de aarde lopen. En dat is het neurologische circuit in relatie tot alle metafysische velden rondom de aarde. Dus dat zijn bewustzijnsvelden. En daar vliegen andere beschavingen, vliegen daar ook op aan. Okay. En er zijn ook specifieke beschavingen die de graancirkels ook mede ondersteunen wanneer ze gecreëerd worden. Okay. En dus dat is bekend. Die klanken die gaan al rondom de aarde. Dat zijn harmonische frequenties. En deze wezens die heb ik een aantal keer ontmoet. En daar heb ik ook mee gesproken. Dat zijn katachtige wezens. Hele mooie mensen zijn dat. En zij begeleiden het ontstaan van die cirkels. Dus en ze verschijnen dus ook op een wijze dat ze buiten ons fysieke beeld blijven. Dus ze zijn in een soort, een vorm. Het kunnen lichtstaven zijn. Vliegende lichtstaven. Het kunnen lichtballetjes zijn. Maar zij maken ze niet. Okay. Ja, dus het is niet zo dat de cirkelmakers de graancirkels maken. Dat vragen ze ons ook. Om dat gewoon in een ander daglicht te zien. Want zodra wij dat anders gaan voelen, dan zullen wij dus nog meer van die prachtige cirkels gaan zien. Okay. Ja, want nu maakt het een ander het. Hè? Mm-hmm. En op het moment dat wij onze eigen autoriteit daarin durven te ontdekken, dan gebeurt er iets heel bijzonders. Ja, ik heb wel eens van Jeanette Osserbaat en van Bert Jansen gehoord dat ze een experiment hadden gedaan met bepaalde beelden op mediteren en dat hij dan een dag later in zo'n veld verschijnt. Ja, ja. En dus dat heeft daarmee te maken. Nou, daar heeft het direct mee te maken. Ja. Want het neurologische circuit van wie wij zijn, dat is een schakelpunt in het metafysische veld. Hè? Dus op het moment dat je je eigen bewustzijnsveld aan koppelt, heb je er ook invloed. En overigens, dat is dan wellicht iets voor een andere uitzending. Dus ook wat voor krachten daarbij komen kijken. Hè? Mm-hmm. En het is niet voor niets dat het allemaal op één plek is. Wij zouden met z'n allen rustig kunnen creëren dat bijvoorbeeld in Drenthe zou ontstaan. Okay. Midden in de zandheuvels, ik zeg maar wat. Okay. En het heeft te maken met de energie die we er naartoe sturen. Op dit moment heeft het echt, ik vind het prioriteit hebben om op een andere manier te gaan kijken naar graancirkels. Ja. Oké, okay. Nou, laten we daar een aparte uitzending aan leiden. Heel boeiend. Ja. Misschien kunnen we nog even kijken, regie, naar het filmpje van de graancirkel, waarbij we zien dat die lichtbollen in één keer woets, woets, woets. Ja, je ziet de graancirkel ook ontstaan, hè? Ja, ja. Heb jij het gevoel dat dit een authentiek filmpje was? Ja.
Ik heb zelf een aantal malen als kind heb ik gezien hoe graancirkels niet in graan werden gemaakt, maar in een soort sponsachtig materiaal, waarop ik ze lieten mij zien hoe dat ontstond. En hoe ik ook mijn bewustzijn daarin kon koppelen. Dus ik kon plaatjes als kind, kon ik dus plaatjes van mijn autootjes, die ik als kind opriep, kon ik dus projecteren in dat veld, waardoor mijn autootjes in die bewustzijnsvelden kwamen. Wow. Dus het is eigenlijk heel simpel. Het klinkt gewoon, het is ook heel simpel. We hebben het nu helemaal buiten onszelf geplaatst. En het blijft natuurlijk een heel geavanceerd iets, maar het heeft alles te maken met energie, wat van binnenuit van de aarde, en het komt eigenlijk niet eens aan de binnenkant vandaan, dat komt uit een metafysisch bronbewustzijn waarin wij met z'n allen aangekoppeld zijn. Ik ben daar ook geweest. Vanuit daaruit wordt het geïnitieerd en aangestuurd naar de aarde. Wow. Het is fantastisch. Ja, dat geloof ik direct. Ja. Ja. Nou, laten we daar eens een ander moment over verder spreken. Absoluut, dankjewel voor het delen. Het volgende onderwerp is een wolk die verscheen na een storm in Texas. En die wolk, dat noemen ze ook wel lenticular clouds. Lenticular lentils, dat zijn opeengestapelde linzen. Ze noemen het ook wel een UFO-wolk. En hier zie je hem verschijnen. Die is dus in Texas verschenen na een grote storm. Je ziet ze wereldwijd wel. Ja, er worden verschillende verhalen over verteld. Hier stond bij, meestal verschijnen ze als warme, vochtige lucht. Snel omhoog gaat via berghellingen in koelere delen. Waar die waterdam condenseert in een mist. Mm-hmm. Wat is jouw gevoel of wat is jouw beeld als je zo'n wolk ziet? Ja, het kan natuurlijk allemaal, hè, want de weerfenomenen zijn ook heel erg grillig en heel erg bijzonder en mooi. Ik bedoel, op deze planeet maakt de meest bijzondere wolkenformaties. En als er een cirkelvorm ontstaat met hele koude lucht, dan kan dat naar beneden zakken. Hè? Dat is gewoon, dat gaat over tonnen aan gewicht, aan koude lucht. Ja. En ik heb wel eens hele mooie resultaten gezien in de lucht. Dat ik dus, kent iedereen wel, dat je van die hangzakken ziet, hè? In de atmosfeer. Die overigens wel gecreëerd worden door super geavanceerde technologische systemen in een baan rondom de aarde. Maar het betekent wel dat de lucht, de temperatuur, die zakt daarin weg. En daardoor krijg je een soort, krijg je toch wel weerfenomenen die gedeeltelijk een uitwerking hebben die redelijk natuurlijk zijn. Maar de aanzet daarvan beslist niet. Okay. Hè? En wat betreft deze foto, ja, ik heb deze foto niet zo heel goed bekeken. Maar ik ken heel veel foto's en er zijn heel veel foto's die te maken hebben met een andere verschijning erachter. Hè? Dus er zijn ook plasmavoertuigen die door onze atmosfeer heen schieten. Of heel langzaam doorheen gaan, dat kan ook. En als deze plasmavoertuigen een kleine een dichtheidsverandering toepassen, dat ze dus in de frequentie komen van, in de buurt van de atomenfrequentie van lucht, zeg maar, wolken, dan kunnen ze de wolken dus ook beïnvloeden. En dat doen ze ook wel eens. Maar er is een ongeschreven regel dat ze het niet openlijk zichtbaar maken. Dus dat doen ze ook wel eens op een hele speelse manier. Okay. Ja. Ja. En dat is niet bij alle wolken zo. Dus ik ben daar altijd een beetje, nou, ondanks alles wat ik zelf meemaak, probeer ik altijd wel met de voeten op de grond te blijven. Want voordat je het weet, zijn alle wolken op een gegeven moment voertuigen uit een andere dimensie. En ja, er zijn ongelooflijk veel voertuigen uit een andere dimensie. Het is alleen niet zo dat elke ronde wolk dat dan ook is. Nee, en dus we zullen wel daar ook wel enigszins nuchter mee omhoog gaan. Ja. En laten we er nou heel eerlijk over zijn. Het is natuurlijk fantastisch dat er andere voertuigen zijn, maar is dat nou zo ontzettend bijzonder? Ja, we staan op het punt te ontdekken globaal, maar het is eigenlijk heel gewoon. Ja, ja, voor jou is dat wellicht heel gewoon aan het worden. En ik vind ook het idee heel gewoon. Ja. Maar ik heb er zelf nog nooit één gezien. Nee, dat hoeft ook niet. Je zegt het zelf al. Je hoeft het niet per se zelf te zien. Nee. Om in je gevoel en en met je verstand dat ook heel normaal te kunnen vinden. Ja, precies. En daarmee wordt het ook een stuk toegankelijker, waardoor je het ook kunt gaan zien. Ja, ja, ja. We hebben ook nog een foto ingestuurd gekregen. Die was van Ellie de Lezen, als ik dat goed uitspreek. En dat was een, die vroeg ons van, goh, ik heb er iets gefotografeerd en het regende helemaal niet. Maar ik heb daar wel regenbogen in mijn foto. Ja, kunnen jullie daar eens naar kijken? Mm-hmm. Ja, ik heb daarna gekeken. Ik
wil wel, dat wil ik wel gewoon eerlijk zeggen, ik wil er wel voor waken dat ik niet een klassificatiepersoon word. Want daar wil ik juist heel erg van af. Dus ik vind het heel fijn dat mensen dat laten zien. Ik kan niet van alles gaan verklaren. Ik bedoel, ik ben niet de alwetende. Ik heb wel van het een en ander wat gegeten, wat kaas gegeten. Maar ook heel veel dingen niet. Van fotografie weet ik aardig wat. En ook van hoe lenzen werken, hoe digitale camera's werken. Het zou zo kunnen zijn dat dit een heel bijzondere foto is. Wat ik er zelf bij vermoed, is dat dit een, omdat aan de rechtbovenkant, buiten het beeld, de zon staat, dat er dus licht scheef door de lens is gevallen, waardoor de CCD-chip een lichtspectra heeft gecreëerd. En je ziet ook linksonder in het beeld, zie je ook een waas. En dat is vaak toch ook wel een technische ontwikkeling, of gevolgd ten aanzien van rechtsboven in het beeld dat de zon daar staat. Want als je die lijnen van die kleurstrepen zou doortrekken met een velletje papier, kom je allemaal op één punt uit. Ja. Dus zeer waarschijnlijk is dit het breken van het licht. Okay. Ja? Ik vind het wel een hele mooie foto. Ja, ja. Dat vind ik ook. Absoluut. En wil ik erbij zeggen dat ook dit voor mij op dit moment, nou ja, mijn antwoord is van wat ik ervan vermoed. Hè? Ja, helder. Ja. Nou, dankjewel voor het insturen. Ja, zeker. Heel fijn. Ja. Ja. En voor wat betreft het universum, zou je iets met ons willen delen over wat jij waar hebt genomen aan weersomstandigheden, tussen aanhalingstekens, in het universum? Mm-hmm. Of überhaupt het weer? En wat bedoel je met in het universum, buiten de aarde of op de aarde? Ja, of als je, je hebt van allerlei bijzondere fenomenen ook in het universum. Dus als je... Daar schrijven astronomen wel over. En ik was benieuwd of jij tijdens jouw reizen ook bijzondere dingen had meegemaakt. Ja, het zijn allemaal hele mooie dingen die ik meemaak ten aanzien van het weer. Dat verband kan ik niet zo 1, 2, 3 leggen. Wat ik wel weet, wat ik heb gezien, is dat er op de aarde, laat ik het maar eventjes bij de aarde houden, dat er technologieën worden gebruikt die in een baan op de aarde hangen, die echt het weer extreem beïnvloeden. En dat er in feite een soort oorlog gaande is met buitengewone technologie om het weer in te zetten als een wapensysteem, als een schild. Maar ook buiten het feit omdat het een wapensysteem is, maar ook om het bewustzijn van de mens te beïnvloeden. Hè? Er is op deze aarde een groep mensen actief, een groep mensen met zeer geavanceerde hersentechnologie, die het menselijk bewustzijn en ook mensen in het brein in feite letterlijk invaseren. Dus de hersengolven worden op afstand bestuurd, waardoor die mensen in een hele vervelende situatie kunnen komen. En die technologie wordt ook gebruikt in het weer. Okay. Dus het zijn microgolven die er worden ingezet, onder andere microgolven. En ja, ik heb gezien dat het mogelijk is om, als ze dat zouden willen, om in een 3 uur tijd een supercycloon op te zetten die ook compleet zwart wordt. Hè. Dus dan trekt het de materie, het is een magnetische storm die zo ontzettend magnetisch is dat er geen licht meer doorheen kan. Okay. Ik heb die stormen gezien 3 jaar geleden en dat is verwoestend. En ik ben er zeker van dat dat niet gaat gebeuren. Het is alleen wel belangrijk om te vertellen dat die technologieën er echt allemaal zijn. Ja. En ik vertel dat omdat ik ze heb gezien, waargenomen. En dan ben ik, dat vertel ik vaak aan mensen, dat mijn werk daarin is. Ik breng als, zeg maar, als waarnemer in dit geval, breng ik vanuit het stukje wat ik heb gezien, breng ik die ervaring in het beeld, in het potentiële veld, in het mentale bewustzijn. Dus in dit geval vertel ik het aan jou. En de mensen thuis horen dat ook. Ja, niks nieuws aan, want dat weten we allemaal. Maar doordat ik het vertel met het beeld erbij, wordt er dus een hologram uitgezonden. Die dus door de hiernaar te luisteren ook in het mentale bewustzijn terechtkomt van de mensen thuis. En daardoor wordt het geüpload weer terug in het fysieke bewustzijn van de aarde. En wordt het achtergehouden stuk wordt geüpload in een veel grotere realiteitsmatrix. Okay. Nou, kan ik het eenvoudiger zeggen? Nee. Nee. dus het weer wat er gebeurt, wat de weer... anomalies die er eigenlijk wereldwijd worden gezien, hebben dus te maken met en ons bewustzijn en het zijn technologisch geavanceerde systemen. Door mensen die technieken in handen hebben gekregen die niet eens meer in ons zichtbare spectrum opereren, maar die technologieën hebben waarmee ze alles kunnen aanpassen. Mm-hmm. En het is heel belangrijk om dat soort zaken naar voren te halen, want we willen er allemaal graag vrij van komen, maar dat gebeurt niet door er niet over te spreken. Nee, absoluut, absoluut. En we hebben de thema-uitzendingen, daar komen we zo wel even op, van geoengineering. En dat is ook weer manipulatie. Mm-hmm. En dat is waar jij nu over spreekt, met ook een hele zichtbare component voor ons in het fysieke domein. Dat is daar onderdeel van, neem ik aan? Dat is daar onderdeel van, ja. Ja, en het bijzondere is ook dat deze technologieën ook worden gebruikt op andere planeten in ons zonnestelsel.
En dan ga ik echt een zijstraat in. Ik ben een vrijspreker, zoals iedereen inmiddels wel weet. Daar maak ik ook gewoon gebruik van. Ik ben op het planeet Mars geweest. Ik heb daar hele grote constructies aanschouwd. En dat heb ik al gedaan voordat daar überhaupt ook door andere mensen over werd geschreven en over werd verteld. Er zijn mensen die dat weten. Dus het is niet zo ineens dat ik daar nu met een verhaal kom, hè, voor de mensen die dat dan als zouden kunnen denken. Ik heb daar hele grote constructies gezien die heel identiek zijn, redelijk identiek zijn met constructies hier op aarde, waarmee weer wordt beïnvloed. En die technieken draaien nu nog steeds. En dus er is een koppeling tussen onze planeet, de veranderingen die hier plaatsvinden, en op andere planeten. Okay. En de krachten die daarachter zitten, dat zijn geen menselijke krachten, maar die hebben die technologie overgedragen aan mensen. Waardoor er dus de veranderingen hier op aarde plaatsvinden, temperatuurveranderingen, dat de temperatuur omhoog gaat of heel erg juist zakt, dat er grote stormen zijn en dat soort zaken. Alles wat hier op aarde gebeurt, dat gebeurt bij andere planeten ook. Dat is aan elkaar gekoppeld. Okay. En dan is het de bedoeling dat wij dan denken dat dat komt doordat de zon aan het veranderen is, zodat alle planeten aan het veranderen zijn. Maar ook daarin ligt een radicaal andere zienswijze, omdat de zon verandert ook door ons. Oké. Okay. Ja, daar kwam David Wilcock in begin 2000 al mee. Dat inderdaad die planeten ook allemaal behoorlijke weersveranderingen hebben. Ja. En dat het dus wel waarschijnlijk is dat een deel niet man-made is. Hè? Dus maar omdat het overal gebeurt en dat het dus door de zon gebeurt. Ja, de zon staat in directe verbinding met ons bewustzijn, met onze pijnappelklier. Dat is het is letterlijk een frequentiebewustzijn waarin wij dus door allerlei realiteiten heen kunnen gaan. Ja. En daarvoor hoeven we niet naar de zon toe. En daarvoor kunnen we gewoon in onszelf, met oefeningen kunnen we daarin terechtkomen. En dat heeft alles te maken met emotionele frequenties. En laat het nou precies dat punt zijn waar de mensen op deze planeet zo ontzettend in getraumatiseerd worden. Mm-hmm. En ook gehouden worden. Oké. En je noemt even dat je op Mars bent geweest. Moet ik me dan voorstellen, ben je daar fysiek geweest? Ja. Of remote fysiek geweest? Ja, fysiek. Oké. Ja. Ook met remote viewing. Ja? Maar niet remote viewing zoals ik dat heb gelezen van militaire protocollen. Ik heb dat wel geprobeerd. En toen werd ik direct mij bewust van het feit dat door middel van militaire remote viewing dat er dus andere krachten meekijken. Dat is heel geavanceerd. Okay. De wijze waarop onze hersenen worden gescand en worden bestuurd. Dat is onvoorstelbaar. Nou, het is niet onvoorstelbaar letterlijk, maar het is ontzettend. Ja. Ik ben er fysiek geweest en ik heb daar hele grote complexen bekeken. Uit de tijd dat de aarde in feite ook werd geïnvaseerd. Dus dan praat je echt over meer dan 500.000 jaar geleden in het spectrum van tijd hoe dat zich toen afspeelde. En als we daar nu naar terugkijken is dat 200.000 jaar geleden. Oh, dus precies wanneer de DNA verminkingen eigenlijk zijn gebeurd. De eerste serie. Dezelfde groepen die hebben daar ook mee te maken. En die hebben ook op deze aarde, maar ook op andere planeten gehuisgehouden. En die technologieën die zijn allemaal van piramidevormen voorzien. Bijzonder. Daar mogen we best wat vraagtekens bij zetten. Ja. En ik ben niet iemand die daar omheen draait. Ik zeg niet dat de piramides dus een negatief symbool zijn of een negatief gebouw. Maar wat ik wel zeg is dat ik op andere planeten helemaal geen piramides heb gezien. En dat al die planeten ongelooflijke harmonieuze samenlevingen zijn. Waarom zijn ze hier op aarde? Wat is de verbinding met de onderdrukking op de aarde? Ja, interessant. Kijk, wij zijn scheppende wezens. Dus wij kunnen alles wat negatief is, kunnen wij ompolen. We hebben het scheppingsvermogen om iets te belichamen. Hè? Ik ga een heel simpel voorbeeld geven. Dat is denk ik wel een heel leuk voorbeeld. Een auto is dood. Een auto heeft geen gevoel. Hè? Je auto, maar je bent er wel gek op. Veel mensen zijn heel gek op hun auto. Dat heb ik ook. Ik ben heel gek op mijn autootje. En dat is een gevoel wat ik breng in die auto. Ja. En die auto die heeft geen gevoel. Maar doordat ik zo een relatie heb met mijn auto, is die auto voor mij iets heel bijzonders. En als die auto dan stuk gaat, dan voel ik dus van, oh, mijn auto gaat stuk. En dat doet mij, op de een of andere manier, in mijn gevoel doet mij dat iets. Ja. Dus ik wil per se dat die auto gemaakt wordt, want ik voel mij in die auto veel prettiger. En als zou me dat meer geld kosten ter reparatie als een andere auto kopen, laat ik liever die auto maken tegen mijn verstand in, omdat ik mij daar beter bij voel. Ja. Dus wat ik dus doe, is vanuit mijn emotionele bewustzijn heb ik een relatie met die auto. Hè? Daar heb ik dus een relatie mee. En dat is dus dat stuk emotie, dat stuk gevoel, dat is de sleutel in alles. Dus wij zijn in staat, want ik zei van, wij zijn in staat om iets wat niet positief is om te buigen. Dus wij zijn in staat om onderdrukking en onderwerping, een hele vervelende situatie. We kennen er genoeg uit onze eigen levens. En ook als je in de geschiedenis terugkijkt, de mens is altijd in staat om in de duisterste tijd licht te brengen.
Mm-hmm. En precies die kracht maakt dus dat elke negatieve situatie ook omgevormd kan worden. En in de situatie met de piramide hebben we daar een dermate positief verhaal van gemaakt. Aan de hand van ook allerlei verschillende histories die er overheen gekomen zijn. Waardoor wij de essentie van de piramides uit het oog zijn verloren. En dat er ook heel veel informatie is gegeven in relatie tot hoe we denken dat het is. Oké. Nou, dat is ook heel interessant. Ook weer een apart thema. Absoluut, ja. Absoluut. Ja. En het is ook de tijd om het open te maken, omdat de wezens die daar dus last van hebben, want die zijn opgesloten in een bewustzijnsveld van de aarde, mm-hmm. die vragen ons ook van alsjeblieft, word wakker, durf je naar te kijken, dan kunnen wij vrijkomen uit deze situatie. Wow. Ja, want de piramide heeft een heel, heel sterke kracht in het bewustzijnsveld. Mm-hmm. Oké, nou, dan gaan we graag nog een aparte uitzending aanwijden. En daarnaast zullen we ook wat feitelijke zaken nog op deze planeet gewoon ook dienen te veranderen. Economie, politiek, gezondheid. Want we kunnen het allemaal hebben over al die galactische zaken. En natuurlijk, het is heel belangrijk. Maar het is een onderdeel van alles wat er zich hier op aarde afspeelt. Ja. En ik ben, ik hou van daar een evenwicht in te hebben. Want het gaat om het bewustzijn hier op aarde. Dat wij terugkeren in het bewustzijn, dat we gaan realiseren dat we alles uit die aarde mogen halen en dat we alles aan die aarde mogen geven. En nou ja, dat zullen we ook een stukje transformatie in het economische, politieke bestel nodig hebben. Ja. En dat gaan we ook doen. Ja, je geeft een hele mooie lezingsserie met Ad Broer ook over, om deze onderwerpen met elkaar te verbinden. Ik kan het overigens van harte aanbevelen. Ja, dat is heel fijn om te doen en ik ben heel trots op Ad Broeren. Dat hij ook het lef neemt en de moed toont om op een hele dubbele manier, op een hele dubbele aanvliegroute te kunnen spreken over dit onderwerp. Dat er eindelijk mensen zijn die de dwarsverbanden naar voren durven te brengen. Die daar iets over te durven zeggen. Hè? Ja. Want daarmee brengen we dus echt verandering teweeg. Ja. Dus dan neem ik een slokje op. Ja, absoluut. Nee, het is ook echt mooi om te zien wat er in de zaal zit dan. De zaal zit bomvol, 200 man. En er zit echt van alles, een doorsnee van de samenleving. Ja, zit er zitten ook echt economen bij. Absoluut, 3D is aanwezig. Ja. Heel fijn. Ja, absoluut. Heel mooi. Goed, dan hebben we nog een historisch topic. En dat is de tsunami in Japan. En daar hebben we er is recent ook weer heel veel aardbeving activiteit. 2 uur geleden nog, of 13 uur geleden nog. En dit was natuurlijk een hele grote gebeurtenis in 2011. Heb jij daar iets van kunnen zien, wat dat voor gebeurtenis was op een ander niveau dan dat we op het journaal hebben kunnen zien? Ik heb daar wel wat informatie over gezien. Dat heb ik wel heel doelbewust zelf opgehaald, omdat het niet binnenkwam. En ik ben niet iemand die snel gaat zitten kijken. Zeker niet als het iets is waar heel veel energielading aan liggen. Dus ik ben daar heel secuur altijd in. Maar ik heb dat wel gedaan met die tsunami en met die aardbeving bij Japan. Wat ik heb gezien is, want ik kijk dan niet naar het fysieke beeld. Hè. Ik ga buiten dit bewustzijn om, ik kan dat letterlijk gewoon zien. Ik doe mijn ogen dicht en dan ga ik naar een wat breder bewustzijn toe, waardoor ik kan zien wat er achter dit hologram gebeurt. Mm-hmm. Voor het geval we dat nog niet wisten, dit hologram is een uitvoering. Eigenlijk vindt hier plaats, in dit hologram van bewustzijn, vindt plaats wat er in een ander holografisch bewustzijn in beweging is gezet. En dus we kunnen ook zeggen dat de regeringen worden belichaamd door andere krachten waarvan veel mensen zich totaal niet bewust zijn. Maar terug naar die tsunami in Japan. Wat ik heb gezien is dat het te maken heeft met veldlijnen, frequentielijnen. Dan kom ik weer terug op het neurologische circuit. Het is de verdrukking van het planetaire bewustzijn. Ik heb met mensen gesproken een jaar geleden. En deze mensen die vertelden ook van dat ze contact hadden met de planeet Aarde. En dat ze waren ook heel geschokt, maar echt gechoqueerd dat de planeet Aarde aan deze mevrouw doorgaf van ik ben al zo lang misbruikt door de krachten. Ik schaam mij eigenlijk ten opzichte van jullie. Als je dat nu vertaalt uit woorden naar gevoel, dan kun je ook zeggen van het aardplanetaire bewustzijn is onderdrukt geweest. Dus de invasie van krachten heeft niet alleen plaatsgevonden door hier te landen. Dat is alleen maar zoals wij dat denken. Maar het is een invasie die dus in de intermoleculaire ruimte heeft plaatsgevonden en daarmee binnen is gedrongen in het bewustzijnsveld van de aarde. En binnen in dat bewustzijnsveld hebben ze allerlei grids rondom de aarde gebaard, waardoor eigenlijk de aarde in een gevangenschap terecht is gekomen. Waardoor de mensen, doordat de aarde is uit de emotionele bewustzijnsvelden is gehaald in de verbinding met onder andere de zon, zijn de mensen ook uit de verbinding geduwd aan de rechter hersenhelft, waardoor de creatie, de kracht van liefde, van emotie, passie,
Met name creatie, dus ook de taal van hoe we dus ooit hebben gedacht, gefunctioneerd. We hebben vroeger altijd gedacht vanuit het hart en het intellect zette dat om. Tegenwoordig denken we alleen met onze hersenen en voelen we ook nog eens een keertje als iemand op je teen staat, dan zeg je ook, ik heb ook gevoel. Even zwart-wit uitgebeeld, maar de aarde, die heeft dat dus in feite, is als eerste geïnvaseerd geweest. En dat vertel ik ook in de lezingen, dat er dus dynasties zijn binnengedrongen in het bewustzijnsveld, in de alliantie bewustzijnsvelden van de aarde. En die tsunami-ramp is een uitvoering, het is een uitstulping van het activeren, het heractiveren van die bewustzijnsvelden. Okay. En het bijzondere is dat dat dus gebeurd is, niet door de mensen hier, maar dat dat dus is gebeurd door duistere krachten. Bijzonder, ja. Ja. Want even een stukje terug, beschrijf jij eigenlijk de val die in de Bijbel wordt beschreven, de val van de mens, zeg maar. Is dat, ja. Moet ik me daar zoiets bij voorstellen? Zo kun je het voorstellen. De val bestaat uit meer dan 188 verschillende fases. Wow. Waarin de mensheid, het bewustzijn van de aarde, steeds verder geïnvaseerd is geraakt. En je kunt je voorstellen dat als je nu midden in de nacht wakker wordt en je hebt een hele heldere droom. En jij zou de bevoegdheid hebben om niet meer wakker te willen worden in deze realiteit. En je blijft dan in die droom. En dan wordt die werkelijkheid wordt belichaamd door jouw bewustzijn, waardoor die werkelijkheid ook de werkelijkheid voor jou wordt. Je gaat daar dan boodschappen doen, je gaat daar kleding kopen. Dus dan is in één keer voor jouw multidimensionaal brein dat een realiteit. En dan zou je dus, als daar dus een val van het bewustzijn plaatsvindt, zou je de val van het bewustzijn die betekenis geven in die realiteit, in die droom. En zo is het ook met het bewustzijnsveld van de aarde, maar ook de mensen. We hebben heel veel verschillende fasen meegemaakt. Van de val, van diverse val van bewustzijn. Okay. Dus het is niet zo dat de mensheid ineens uit haar bewustzijn is gestuurd. Er heeft een invasie plaatsgevonden, een soort attack in een bewustzijnsraster. Dat is een heilig geometrisch veld van het universum. Daar heeft iets plaatsgevonden waardoor de mens in 80.000 jaar, dat heeft ze niet gemerkt, heel langzaamaan naar beneden is gegleden in haar bewustzijn. Okay. Omdat de mensheid in de sterfelijkheid terecht is gekomen en mensen dus overleden, hebben ze dat gewoon niet gezien wat er gebeurde. Okay. En het bewustzijnveld van de aarde heeft daar dus speelt daar een hele grote rol in. En daar kunnen allerlei verschillende vallen, om het zo maar te zeggen, kun je daar inschuiven. Okay. Dus de val van Atlantis is ook een onderdeel van een nog veel grotere val. En dan zeg jij dat de tsunami, die is, dat is eigenlijk een beetje een val terug, dus een val omhoog. Ja. Maar ingezet door duistere krachten. Ja, ingezet door duistere krachten. Maar dat is dan kennelijk onbewust, want die zouden dat niet willen, zou je verzinnen. Dat is bewust gebeurd en dat is heel bewust gedaan, om verschillende redenen. Want het leuke is dat, als je dat allemaal gaat onderzoeken en bekijken, het is heel interessant om te zien dat één gebeurtenis op deze planeet gestuurd wordt door verschillende dimensionale bewustzijnsfrequenties. Mm-hmm. En dat vindt hier allemaal plaats. Daarom is het zo belangrijk dat wij onze autoriteit weer in gaan brengen. Dat wij gaan bepalen van wat goed is voor het welzijn van de planeet. En die aardbeving of die tsunami is in werking gezet. Omdat het nodig is dat er een reparatie plaatsvindt in het bewustzijnsveld van de mens. In het planetaire bewustzijn. Omdat er bepaalde groepen die in feite tegen het menselijk bewustzijn altijd zijn geweest. Doorhebben dat ze gevangen zitten in ons bewustzijn. Okay. Dus ze zullen dus ook daaruit moeten komen. Dus zij geven door middel van hun technologie, zetten ze iets in scène. Dan geven wij allerlei verschillende betekenissen aan. Zetten ze iets in scène om in feite de agenda die zij hebben, om die dus invulling te geven. En dat wil dus niet zeggen dat alle gevolgen daarvan en andere dimensionale achterliggende programma's, die dus ook meegepakt worden door die grote natuurramp, dat die dus dan die betekenis niet hebben. Nee, dat betekent het ook. Wij denken lineair, wij denken plat. Ja, wij denken dat als jij op mijn voet gaat staan, dan zeg ik gewoon, je hebt niet uitgekeken en het doet me pijn. Maar we kijken niet naar de oorzaken daarvan en we kijken ook niet naar de energievelden rondom die voeten. Want er gebeuren veel meer zaken, maar daar komen we later nog op terug. Dat is heel erg leuk. Ja, dat is inderdaad heel erg. Dit is erg trouwens ook wat veel beschavingen mij ook gevraagd hebben. Als mens. Ga hier maar gewoon over spreken. Breng het maar. Want we weten het allemaal wel. Al deze informatie zit allemaal in ons. Er is helemaal niks unieks aan. Het is eigenlijk heel uniek dat we het niet meer weten. Ja. Maar probeer dat maar eens te vertalen in woorden. Hè? Daar heb ik wel een leuke zoektocht soms naar. Ja, dat geloof ik direct, ja. Nog even terug voor mijn begripsvermogen. Ik neem aan dat die groepen met een agenda die niet menslievend zijn, zeg maar, als ik dat zo maar even moet zeggen. En dat die nu dus ons kennelijk door die tsunami hebben meegeholpen weer een stukje om de weg terug te gaan bewandelen.
Maar zijn die in één keer helemaal om? Of hebben ze zoiets van, ja, we moeten ze een beetje helpen, want we gaan nu te laag. En dat heeft ook invloed op ons. Dus laten we ze maar een beetje omhoog krabbelen en dan zorgen we dat we dat allemaal weer afdekken tot hier en niet verder. Of hebben ze door van, oké, we zijn echt op een fout pad en we moeten met elkaar zorgen dat we weer allemaal teruggaan. En gaan ze ons full force meehelpen naar de weg terug? Beiden. Het zijn verschillende allianties die daarbij betrokken zijn. En binnen die allianties zijn verschillende visies en divisies over wat er moet gebeuren. Dus er gebeurt van alles. Mm-hmm. Maar als je het een beetje op, bij elkaar trekt, kun je zeggen dat het niet gaat om ons bewustzijn. Het gaat om de uitkomst van hun bewustzijn. Dus op het moment dat zij dus een groot evenement in werking zetten met de mogelijke gevolgen, dus die dus negatief uitpakken voor de aardse mens, dan kijken zij naar het bewustzijnsveld. Zij kijken niet naar de mensen. Nee. Ze kijken naar het bewustzijnsveld, hoe de aarde daarop reageert en het gevolg heeft voor de rest van de bevolking. En kijken ze dus ook of dat dus in de buurt komt van dat effect wat zij nodig hebben om verder te kunnen evolueren in hun proces. Mm-hmm. En daarnaast lopen er ook nog wat militaire programma's hoor. Want bij het vrijkomen van die radioactieve stoffen, die dus heel erg nodig waren voor bepaalde programma's die in een baan om de aarde, vaak in de atmosfeer worden gebracht, dat is heel bepaalde radioactiviteit, een hoeveelheid radioactiviteit is nodig in de atmosfeer om detectiesystemen in werking te houden. Oh, en dus er staan bepaalde zenders op de aarde en ook buiten de aarde in de satellieten die de aardatmosfeer bestoken, waardoor er een soort schil ontstaat rondom de aarde. Dus de atomen van bepaalde stoffen worden tot een bijna de lichtsnelheid gebracht, waardoor de een soort als een die atomen aan elkaar vloeien als een ketting. Uh-huh. En dat is een techniek, dat kunnen ze aan- en uitschakelen. En dat kunnen ze zelfs op bepaalde plekken kunnen ze dat in werking zetten. Heel, heel nauwkeurig. Dus ze kunnen ook echt plasma schilden maken, waardoor vliegtuigen heen vliegen en gewoon uit elkaar vallen. Of waardoor raketten gewoon echt weg zijn. Maar ze kunnen het ook helemaal rondom de aarde aanzetten. Met als doelstelling om vijandige buitenaardse, dus het zijn eigenlijk positieve buitenaardse groeperingen, om die dus uit de lucht weg te halen. Okay. En dat is iets wat heel weinig besproken wordt. Ja. Maar die technologie is zo geavanceerd dat ze in ruimte en tijd en in rastercircuits kunnen zien uit welke dimensie op voorhand voertuigen binnendringen. Oh, en wekelijks worden er vele voertuigen uit de lucht geschoten waar niemand iets van hoort. En dan hoeven we niet te denken dus dat deze wezens, die zo liefdevol zijn, dat die dus niet geavanceerd zijn. Zijn ze wel. Alleen doordat het ons niet verteld wordt en het niet in het bewustzijnsveld wordt geplaatst, kunnen wij hen ook niet helpen. Okay. Ja. En dus dan moet ik ook denken aan Malaysia Airlines, het vliegtuig wat ineens verdween. Dat zijn dit soort technologieën waarbij dat ook mogelijk is? Ja, dit zijn technologieën waarbij dat mogelijk is. Waarmee je ook vliegtuigen kunt isoleren van de radar. Het is buitengewone technologie. Ja. En als wij denken dat als er een oorlog uitbreekt, als die zou uitbreken, dat die nog steeds op conventionele wijze wordt gevoerd. No way, dat is allemaal onzin. Dat is allemaal rookgordijnen. Ja. Maar die technologie die is er. En de militaire industrieën die daarmee werken zijn niet de normale industrieën. Dus ook niet aan land gekoppeld. Maar dat zijn globale, wereldwijde netwerken. Mm-hmm. Misschien om dit onderwerp af te sluiten nog even de vraag van goh, hoe, als het iets positiefs voor ons betekent, zeg maar, die tsunami. En we zien met onze ogen eigenlijk alleen maar verwoesting en dat er mensen doodgaan. Hoe moeten we dat dan vertalen, dat het een positief ding voor ons is? Nou, in ieder geval het emotionele bewustzijnsveld gaat open. Hè? Dus op het moment dat wij verdriet voelen, op het moment dat we iemand kwijtraken, dan zijn we tot in het bot zijn we verdrietig. Ja. Hè? En daar kun je dan zeggen, nou, ik ben niet verdrietig, want ik weet dat mijn overleden zusje of mijn hele familie overleden is, die is naar de hemel gegaan. Er gebeurt toch iets. Dus wat voor beeld je er ook bij hebt, wat voor jou ook de werkelijkheid is. Ja. Het is het openbreken van een emotioneel bewustzijnsveld. En dat is het positieve, dat hoe meer mensen in dat emotionele bewustzijnsveld worden geraakt, hoe krachtiger dat in een hologram, wat om ons heen aanwezig is, hoe krachtiger dat wordt gebracht in het hologram, het bewustzijnsveld van de aarde. Okay. Dus wat dan heel positief is, als je dat in ballen en kleuren gaat zien en in andere lichtspectra, zie je dus letterlijk dansende veldlijnen van emoties en gevoelens die dus de aarde helen. Okay. En dat is een bijkomend effect. Oh, okay. En dat is dus het lastige voor de wezens die tegen het menselijk bewustzijn gericht zijn, dat elke stap die zij zetten altijd een positieve uitwerking heeft. Heel bijzonder. En gewoon een andere vraag. Mijn vraag is dat
in mijn perceptie, of wat ik weet, zeg maar, is dat er ook agenda's zijn om, zeg maar, om ons in angst en verdriet en lijden te houden. Mm. En dat er wezens zijn die van die energie leven en zich voeden. En dan kan ik me voorstellen dat, dat zo'n tsunami eigenlijk hetzelfde teweeg brengt. Allemaal ellende en gevoelens van negativiteit, zeg maar. Mm-hmm. En dus dan, en dus dat de reguliere agenda van de elite, hè, zoals dat dan algemeen wordt aangenomen, of wat ik dan ook denk, zeg maar, is om, ja, ellende te scheppen. Zodat zij zich kunnen voeden van negatieve emoties. Mm-hmm. En nou ja, als je dat, hè, als ik zo'n tsunami bekijk, dan denk ik ook van, god, dat is een golf van negatieve emoties. En wel dat het emotioneel veld open is, zeg maar wel, nou ja, de gevoelens van angst, ja, en zo. Nou, waar deze wezens zich mee voeden, werkelijk mee voeden, is niet alleen negatieve emotie. Dat is wat iedereen ervan denkt, omdat, ja, we het zo zien. Maar hoe deze wezens werken, zij maken gebruik van ons creatievermogen. Mm-hmm. Dus ons creatievermogen in onszelf, het scheppingsvermogen, wat dus uitgeschakeld is voor een groot deel, dat is wat ze benutten. En dat gaat zelfs zover dat dat dus ook kan zijn in geluk. Op het moment dat jij geen controle hebt, of eigenlijk beter gezegd, als jij, zodra je je niet bewust bent van het feit hoe jouw gemoedstoestand verloopt, mm-hmm, dan worden er altijd intermoleculair, want dat zijn hele geavanceerde levensvormen, worden de energieën uit je bewustzijnsveld weggehaald. En dat gebeurt niet dat er een apparaat in je bewustzijnsveld zit, maar dat zit gelinkt aan hele speciale systemen. En dat kan, dat werkt op emotie, en dat kan dus ook op een emotie zijn die positief is. Okay. En dat is nou juist waar het om gaat, dat wij gaan begrijpen dat als wij reageren op negatieve energie, daar willen we niks mee te maken hebben, gaan we dus helemaal in de positieve kracht. Mm-hmm. Maar niet beseffen dat als die positieve kracht ook maar gewoon eruit wordt geknald, hè, door heel excessief gedrag, dat hetzelfde voeding is voor deze wezens. Die wezens voeden zich niet met negatief of positieve energie, zij voeden zich met ons scheppende vermogen. Okay. En omdat we ons daar niet van bewust zijn, lopen we ook steeds leeg. Hè? Dat is ook een van de grootste oorzaken van de verstoring in ons lichaam, die wij dan ziekte noemen. Mm-hmm. En dus er is iets heel groots aan de hand. Nou, en nog het bijzondere hierachter is dat we praten nu eigenlijk over een hele simpele schil, maar buiten deze bewustzijnsvelden hangt nog een veel grotere agenda. En die agenda die is zo onthutsend groot, maar ook zo ontzettend bemoedigend, dat willen wij dus werkelijk gaan ontdekken wie wij zijn, dan zullen we zelfs alles opnieuw moeten onderzoeken. Jippie. Yeah, geweldig. Ja, ja, oké. Okay. Dan hebben we nog het thema geoengineering op het programma staan om mee te eindigen. En als eerste, we hebben een tijdje geleden een Facebook actie gehad. Is ook al even in onze introductie aflevering te sprake gekomen. Mm-hmm. En waarbij er ongelooflijk veel foto's van geoengineering van chemtrails, de strepen in de lucht, door heel Nederland zichtbaar waren. En als eerst mag ik van de regie een afbeelding van de IPCC? Ja, dankjewel. Hier zien we de IPCC, dat is de Intergovernmental Panel on Climate Change. Dat is een hele gezaghebbende organisatie van de VN. En die heeft hier ook staan openlijk op hun website wat voor geoengineering methods er allemaal zijn en waar ze ook gebruik van maken. En onder andere is daarvan eentje de reflective aerosols. En als we kijken wat er voor informatie aan het publieke domein is van de geoengineering, is dit gewoon een hele duidelijke. En als we naar de volgende afbeelding kijken, wat veel mensen zeggen, dat het gewoon condensstrepen zijn en dat het gewoon in lijnvliegtuigen gebeurt, dan mag je je afvragen of dat deze piloot wel heel erg de weg kwijt was. Mm-hmm. Maar het komt ook op satellietbeelden voor. En dat zien we op veelvuldig, dat het gewoon op satellietbeelden te zien is, de strepen. Maar ook in VN-resoluties, hè, dus Operation Popeye in Vietnam 1976 tot 67 tot 72. Dat was een geheim weermodificatieproject. En is toen ook in een VN-resolutie gekomen dat ze dat hebben verboden, dat niet gebruikt mag worden.
En je ziet het ook in hele oude plaatjes, hele oude vliegtuigen. Dus echt een plaatje uit de jaren 50, 60. Ja, dat de VS iets met weather control deed. En er zijn interieurs van allerlei vliegtuigen die zijn te zien. Dat zijn heel veel foto's over ja, allerlei vaten met chemicaliën. En er zijn heel veel verschillende samenstellingen. Je ziet ook dat er ramen zijn aan de zijkant. Dus dat kunnen ook gewoon aan de buitenkant passagiersvliegtuigen lijken. Maar ook de exterieuren van vliegtuigen zie je heel veel, letterlijk heel veel sproeiinstallaties op allerlei mogelijke manieren. Er zijn ook allerlei patenten over uitgegeven, over hoe, hoe je dat kunt besproeien, zeg maar. En als we het over patenten hebben, dan zijn er meer bijzondere patenten uitgegeven, onder andere van Monsanto. Dus de aluminium die komt voor in patenten die uit zijn gegeven voor weermodificatie. Maar Monsanto die patenteert nu zijn, zijn zaden. Die heeft dat ze aluminiumresistent zijn. En deze aluminiumvorm die komt niet natuurlijk in de die komt niet natuurlijk in de natuur voor. Of die komt niet in de natuur voor. En dus dat is heel bijzonder dat we dat, dat we dat zien. En als dat doorgaat, dan kun je zeggen van goh, dat de. En dat je eigenlijk straks alleen nog maar zaden van Monsanto gaan kopen. Dan heb ik het niet over een olifant in de kamer, maar een olifant in de lucht. En dus dat is in ieder geval een deel van wat er zichtbaar is in het publieke domein van en wat we geoengineering noemen of chemtrails of vliegtuigstrepen. Hmm. En je hebt net al even een tipje van de sluier opgelicht dat er ook andere dingen annex zijn met deze strepen. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Nou, er zijn heel veel verschillende programma's actief voor chemtrails. En ik heb zelf heel lang heb ik het bestudeerd. Ook gewoon door heel veel op te letten en te kijken. Ik doe dat nog steeds. Ik lig met grote regelmaat, als ik even tijd heb, met grote verrekijker te kijken. En ik bestudeer ook alle vliegtuigen, typen en ook de luchtvaartmaatschappijen. Kijk ook naar de hoogte waarop ze vliegen en ook de dagen bekijk ik van wanneer dat plaatsvindt. Nou, we kennen allemaal wel een vliegtuigstreep wat helemaal uitwaait, wat echt een wolk wordt uiteindelijk, wat de hele lucht dicht trekt. Ja. Mensen die tegen mij zeggen, joh, dat zijn gewoon condenssporen, die hebben dan nog nooit goed opgelet. Hè? Dus dat is een buitengewone situatie die gewoon aangekaart moet worden op een hele goede manier. Dat gaan we ook doen. En mensen die daar tegenspreken, die... Nou ja, daar gaan we dan gewoon niet mee in gesprek, want we zullen echt een goede gesprekspartner moeten hebben. En er zijn genoeg mensen die het tegenspreken, maar er zullen ook genoeg mensen zijn die dat wel degelijk aandurven te gaan. We moeten niet te spastisch denken, er zijn genoeg mensen die er wel over willen communiceren. Ja. Er zijn verschillende lagen van chemtrails actief, heel veel verschillende vormen en er zijn heel veel verschillende rookgordijnen. Er zijn heel veel programma's ontwikkeld om ook de afleiding, de afleidingsmanoeuvre gewoon in stand te houden. Zo zijn er heel veel verschillende programma's die te maken hebben met militaire programma's. Letterlijk dat, laat ik het maar zo noemen. Ik ga nu niet de hele militaire industrie gelijk op de achterbenen zetten. Maar waarmee er via chemtrailsporen complete bommenwerpers, squadrons binnengeloods kunnen worden op vijandelijk gebied. En dat gebeurt met hele speciale technologie. Dat zijn hele kleine zandkorreltjes als het ware. Die worden uitgespoten door sporen te trekken. En die zitten dus in de lucht, die waaien eruit. En die worden door middel van satellietsystemen, worden de holografische vliegtuigen gecreëerd. Ja, en dat gaat heel ver hoor. Okay. Die dus uit die wolken tevoorschijn komen. En dat is een buitengewoon interessant verschijnsel. Dus als wij denken dat er nog hele vliegtuigschepen naar bepaalde lokale gebieden toe moeten vliegen, dan hebben we het allemaal mis. Hè? Dus dat is een heel belangrijk thema, dat chemtrails, dus echt technologie bevatten die ver uit onze toekomst hier naartoe zijn gehaald. Daarnaast zijn chemtrails ook rookgordijnen om weer te beïnvloeden natuurlijk, dat is ook logisch. Maar kijken we nu eventjes heel simpel naar die vliegtuigen, hè? Want als je goed gaat bestuderen, dan zul je ook zien dat eigenlijk alle maatschappijen vliegtuigsporen achterlaten. Er zijn geen vliegtuigen die dat niet doen. Er zitten wel eens vliegtuigen tussen dat je zegt, hey, hoe kan dat? Maar dan zitten ze op een andere hoogte. Dus er is ook iets veranderd in de samenstelling van de moleculaire structuur van kerosine. Daar zijn stoffen aan toegevoegd op een hele speciale manier. Er zijn speciale motoren zijn er uitgevoerd en zijn andere verbrandingstechnieken gemaakt. En het is niet voor niets
dat de motoren altijd eigendom blijven van de maatschappij of van de fabriek die motoren maakt. Mm-hmm. Het is niet voor niets als er een vliegtuig neerstort dat Boeing, een team speciaal van Boeing, daarheen gaat om die motoren te confisceren. Of dat er een team van Airbus komt om dat gebied af te zekeren. En dat vliegtuigmotoren zelfs worden weggehaald en dat er andere motoren op de plek worden neergelegd. Hè. Dit is in de geschiedenis ook gebeurd. En dat heeft alles te maken met geheime technologie in die motoren. Want ik heb degene die de lucht, die machtig is in de lucht, heeft macht over de bevolking. Uh-huh. En dus er zijn dus motoren die stoffen, in feite bij de verbranding van kerosine, een chemische reactie plaatsvindt, waardoor er een stof achterblijft in de lucht die speciale effecten heeft. Hè. Uh-huh. En dat speelt ook op bepaalde hoogten van de atmosfeer. Er zijn ook hele geavanceerde satellieten die exact bijhouden wat de temperatuur is op bepaalde hoogten van de aarde. En dat noemen ze dan, dat zijn een soort screenings generatoren die houden in de gaten waar de temperatuur op bepaalde locaties te warm of te koud wordt. En dat heeft met speciale plasma radarsystemen te maken waarmee ze driedimensionaal kunnen kijken in elke plek op de aarde. En dus dit is maar even een greep uit het assortiment wat er allemaal gaande is. Het is zo geavanceerd. En ik weet op het moment dat ik daarover spreek dat er mensen zijn in de militaire industrie die dat niet zo vrij vinden. Maar ik vind het heel belangrijk dat we daar wel over spreken. Niet zo fijn vinden bedoel je? Dat ze dat niet zo fijn vinden. Nee, oké. Okay, nee, maar kijk, je kunt iedereen nog steeds voor gek verslijten. Mm-hmm. Dat kunnen ze bij mij doen, dat kunnen ze bij alle mensen doen. Maar er zijn ook mensen, en dat weten ze daar ook, die van binnenuit die organisatie ook die informatie naar buiten gaan brengen. Ja. Want de White Knights, zoals ik de mensen noem die op het witte paard gaan zitten, die zijn overal aanwezig. Dus de informatie gaat naar buiten komen. Dat is ook waar we met elkaar mee bezig zijn. Een platform te maken, met elkaar, om ook te inspireren dat ook jij, die man die dus die techniek heeft, of die mevrouw die die techniek in handen heeft en daar kennis over heeft, dat durft aan te leveren. Hè? Daar gaat het om. Ja. En dat kan dus. En ja. Dat gaat ook gebeuren. Ja. Oké. Okay. Zijn er nog wat afsluitende dingen die je zou willen zeggen over over de geoengineering? Nou, wat ik erover zou willen zeggen is dat het een enorm scala aan technologieën bevat. En dat we op heel verschillende manieren ermee om kunnen gaan. We kunnen ontmoedigd raken, we kunnen boos zijn. We kunnen gefrustreerd raken dat zo gebeurt. Mm-hmm. En we kunnen daar op de barricade gaan staan. We kunnen ook liefde sturen. Hè? Er zijn ook mensen mee bezig, die sturen liefde naar de chemtrails. En dat werkt ook. Het is niet dé oplossing, maar het werkt wel. Omdat je dus liefde stuurt naar het holografische bewustzijn van de aarde. Hè? Mm-hmm. Maar wat ook echt nodig is dat we het ook op de agenda durven te zetten. Hè? Dus dat we dit onderwerp uit het gekke verhaal weghalen. Ja. Hoe onmogelijk dat ook lijkt als je hoort wat ik zojuist vertel. Ja. Maar laten we dan gewoon bij de feiten blijven dat er stoffen in de lucht zijn die daar niet thuis horen. Mm-hmm. Hè? En op het moment dat we daar die stap overslaan, dat we de fundamentele fysieke stappen niet durven te lopen, of denken dat dat weggaat door erover te zwijgen of door alleen liefde heen te sturen, dan komen we van de koude kermis thuis. Mm-hmm. Dus wat ik daar aan toe wil voegen is dat echt tot een actie dienen te komen. Oké. Nou, we hebben bijvoorbeeld in ieder geval een registratie gedaan met onze lezerspubliek, met jullie, over wat er gebeurt op een dag als er zware geoengineering wordt uitgevoerd. En naar aanleiding daarvan hebben we een WOP-verzoek gedaan. En we hebben een tiental vragen gesteld. Zo van, goh, hoe zijn die stoffen vervoerd? En welke stoffen zijn het? En wie heeft ze aangeleverd? En wie heeft er toestemming voor gegeven? En wat voor organisatie zit erachter? Want dat moet echt een gigantische organisatie geweest zijn. Ja. Iedereen die heeft echt honderden vliegtuigen gezien op die dag. En dan krijgen wij gewoon nul op rekest. Dus dan worden we aan het lijntje gehouden. En dan wordt er gezegd van, dit duurt heel lang voordat we al die informatie bij elkaar hebben. En aan het eind van het liedje is van, we hebben er geen informatie over. Mm-hmm. En dus wat is dan het soort actie wat jij in gedachten hebt, wat we zouden moeten of kunnen doen? Nou, we kunnen gewoon onderzoek plegen. Hè? We kunnen gewoon zorgen dat we vragen gaan stellen. Maar we kunnen ook zorgen dat we door middel van de wet gaan afdwingen dat wij zelf monsters gaan nemen van de lucht. Dat we ook en dat kan, we moeten alleen eventjes ons best daarvoor doen, even uitzoeken hoe we dat kunnen doen, en die mogelijkheden zijn er, dat we in de lucht monsters kunnen gaan afnemen, dat we feitelijk vastleggen van welke vliegmaatschappij dat is, we kunnen vastleggen welk vliegtuig dat is geweest, en op het moment dat we dat gaan vaststellen, en dat kunnen we gewoon doen,
dan kunnen we dus door middel van wetgeving kunnen we dus dat vliegtuig beslag op gaan leggen. Okay. Ja. En dat lijkt nu een heel onmogelijk iets, van nou, dat kan niet, hè, want ik bedoel, je zult aangifte kunnen doen. Het Openbaar Ministerie zal op moeten treden, waar we helemaal geen vertrouwen in hebben, omdat het Openbaar Ministerie natuurlijk een onderdeel is van een gigantisch groot netwerk, maar ook binnen het Openbaar Ministerie zijn White Knights. En ik weet dat ze kijken. Okay. Dus we gaan routes bewandelen die we dus bijna zo ontmoedigd zijn dat het niet kan. En toch kan het. Want op het moment dat ik met mijn auto met zware vervuiling over de snelweg rijd, dan komt er een politieauto die houdt mij aan. En die constateert op basis van mijn uitstoot dat mijn auto wordt in beslag genomen, want hij is vervuilend. Mm-hmm. En dat mogen ze doen. Ja. En diezelfde wetten zijn er ook met vliegtuigen. Want als het om een luchtverontreiniging gaat en we kunnen aantonen wie de schuldig is, kunnen we met een dwangsom het vliegtuig gewoon confisceren. En daar zijn wat aanlooproutes nodig om het voor elkaar te krijgen. Dus je zult ook een voet op de bodem moeten krijgen op het politieke gebied, ja, maar ook op alternatieve systemen in de politiek. En laten we gewoon afspreken dat we dat gaan doen. Yes, absoluut. En hebben we dan op dit moment al een specifieke uitnodiging voor de kijkers? In ieder geval om de volgende keer weer aanwezig te zijn. Ik vind het heel fijn dat jullie kijken. Jullie merken natuurlijk aan ons dat wij ook een beetje zoekende zijn van hoe wij interacteren met elkaar en ook in de onderwerpen. Dus alles is een proces. Dat hoort er gewoon bij. Dus mede dankzij, juist dankzij jullie zitten we hier. Ja. Nou, draag je steentje bij. En dit is een hele belangrijke fase in Nederland. Niet dat wij daar onszelf zo groot in maken met elkaar. Hè. Jullie ook thuis. Maar het is een hele belangrijke fase dat we bezig zijn om onderzoek te gaan instellen. Aandragen van feiten en dat ook met onderzoeksrapporten onderbouwen. En dat kunnen we niet alleen, daar hebben we elkaar bij nodig. Dus mijn vraag is en mijn verzoek is, en volgens mij namens ons alle twee, om ongelooflijk jullie bijdrage te leveren. En dat we op de focus leggen op het herstel van het bewustzijn van het planeet, van ons allemaal. En dat we daar geen middel in hoeven durven te laten liggen. Ja, fantastisch. Daar sluit ik me helemaal bij aan. Dus als je het gevoel hebt dat je een bijdrage op wat voor manier dan ook wil leveren, dan voel je van harte uitgenodigd. Dankjewel voor het kijken en heel graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dankjewel.